Hoezo? Hallo. Hoi Anne. Hallo. Kijk eens aan. Fox Lady zie ik. Ja. Ja. Eigenlijk dat hebben we daar nog nooit van zorg of zo voor. Het is wel heel dicht. Dicht als je daar, ja, dat is ook een beetje mooi. Dat slaat neer. Dat slaat neer. En dan, ja, dan krijg je gewoon een olielaag eigenlijk. Ja. Ja, dat zo glad was. Dan Marianne met de familie. Ik zou maar zeggen, het is weer zover. En ik ben blij ook dat je de tijd nog even hebt kunnen vinden om hier op deze middag met elkaar dat bankje te gaan plaatsen. En het leuke daarbij is ook nog dat er een particulier initiatief daaraan gekoppeld is. En toen ik daarover gebeld werd, in de zin van, nou, kan daar niet ook een bankje dan komen, kader van Olympisch kampioenen. We hebben uitgelegd van, ja, dat hebben we losgekoppeld, want de Olympisch kampioenen wisten toch iets extra's, ze willen toch iets speciaals geven. Waar we het niet mee eens, hoor. Nee, dat snap ik. Maar we hebben er wel serieus naar gekeken en gezegd van, nou, hoe kunnen we dan toch iets, dat leuke particulier initiatief wat er is, ook ondersteunen. En daar is een meegedacht van de kant van openbaar werk en er is een mooie oplossing voor gekomen, denk ik. Nou, die twee, want dat koppelen we een beetje aan elkaar vandaag, gaan we middels een busje. In een rijtour, zeg maar, gaan ondernemen. En nou, de Edese bevolking is ontzettend blij, denk ik. Ja, de Ede, die staat al op kruispunt. Vlaggen en al. Ja, precies. Ze hebben de rotonde allemaal aangelegd en ze hebben de weg aangelegd. Ja. Allemaal voor, speciaal voor Marianne, denk ik. Hè? Dus ja, dat betreft alle eer aan jou toe. Hè? Ja, ik ga een beetje ook van je. Maar ik weet niet meer precies wanneer dat Marianne een loodje getrokken heeft uit nog drie andere kandidaten die ook in aanmerking kwamen, welke plaatsen ook voor een bankje. Dat waren Drongelen, Veen en Eten. En ja, ik denk dat er meegespeeld heeft dat hier Eten volop op de schop komt. En is, zeg maar, drie nieuwe rotondes aangelegd. En Marianne heeft terecht, denk ik, even gekozen voor Eten dit jaar. En afwacht natuurlijk weer van het volgende bankje, jongens. Hè? Ja, want ze gaan natuurlijk nog meer winnen, toch? Hè? Deze kan je, of niet? Ja, ja. Nou ja, dat is het helemaal ermee eens. Vertrouwen is. Ja. Marianne, je hebt het uitgekozen. Misschien wil je er nog iets over zeggen. Ga je gang. Ja, nou, het was op lottrekking, maar ik vind het heel mooi dat hij hier in Eten is gekomen bij deze nieuwe wijk. En ook toch aan het parcours, want ze komen met de omloop van Haalburg daar vandaan. Dan slaan we linksaf richting Omloop. Nou ja, dit is vaak ook wel een van de momenten in de wedstrijd waar het spannend is. Omdat hier, als de wind staat, die er nu niet is, maar op een of andere manier is die er altijd wel met de wedstrijd. Dus het hier, kan het hier gebeuren. Dus nou ja, ik hoop dat het bankje ook niet alleen dan, maar dat die gewoon in gebruik genomen gaat worden. Maar dat die met de wedstrijd ook in gebruik is. En dat mensen hier aankomen voor de uur. Dus komen jullie allemaal kijken hier vanuit Eten. En nou ja, ik vind het mooi. Jullie staan hier, denk ik, om mee het bankje te onthullen. Ja. Ja. Nou, Dan moeten we dat maar gewoon doen. Ja. Jullie verwachten niet. Niet te vlug. Niet te vlug. Als het publiek een beetje daarheen gaan, dan krijgen we er een hoop publiek bij. Publiek. Daarachter. Kom op. Ja, zal ik Marianne, Huppakee. Allemaal, dan zien jullie helemaal niet meer. Ja, kijken voor die opkijkers. Ik ben nou niet bang voor dat ze, als ze dus daar de bocht om vliegen, dat ze dan zo een bankje uit kunnen maken. Ja, dit is wel een goede plaats inderdaad om spectaculaire beelden te maken. Ja. Hier moet de feesttent komen. Als het echt spannend is, dan kan het hier wel. Nee hoor, zo ver komen. Eten gebeurt, dus krijg je altijd op. Ja, wij krijgen altijd Sven. Als ik mij pech was, ja. Hebben we geluk. Ja, precies. Dus dat is ook anders. Maar dat heeft nog een wat hogere orde. Dus dat is, ja, bedankt aan de politie. Maar kijk je nog een apart uit als dat zover is? Ja.
Is opgepakt namens de gemeente, keurig netjes gedaan, helemaal geen discussie gehad hoe het moest. Plaats keurig netjes aangewezen, mooie plaats samen opgezocht. Vond hem weer mooi aangelegd, mooie straat. En uiteindelijk willen we dan ook gewoon op een ludieke wijze het bankje openen, maar ook in gebruik nemen. En dan willen we eigenlijk gewoon iets lekkers aansnijden en dan Marianne, snij maar iets lekkers aan, maar je moet hem eerst openen. Je mag hem openen zoals je zelf wil. Ja. Ja, niet helemaal zoals je zelf wil, je mag eigenlijk kiezen. We hebben hier het allernieuwste materiaal. Ja. Carbon. Carbon. Hoor maar. Super materiaal. Gecamoufleerd, gepoetst. Nee, je mag zelf weten. Of je neemt een aanloop en je springt er doorheen. Of je pakt die fiets, maar pas op voor blessures, want we willen ons niet op geweten hebben. Ja. En je fietst er doorheen. Ja. Want wat ik wel eens mis met het damesveldrijden zijn nog die mooie sprongetjes over die bultjes heen. Hè? Ja, ja. Dat kost tijd. Ja. Hier dus maar zo'n bultje. Dat moet lukken. Dus het is aan waar jij wilt. Neem je aan over beneden. Kijk, ik heb een achterin. Ja, ja, ja. Ik heb speciaal. Aan jou om de losjes aan te snijden, maar mensen wel lekker uit te delen. Ja, ja. Maar zoiets moet ik in gebruik kunnen doen. Proost. Zo is het. Proost. Proost, hè? Proost. Ja.